Dit is Tim. Hoi. Hoi Tim. En Tim is... advocaat. Hij weet volgens de wet wat wel of niet mag. Wij leggen hem een paar voorbeelden voor. Voorbeeld 1. Je staat met een grote groep vrienden te hangen voor een supermarkt. Mag dat? Ja, dat mag. Nederland is een heel vrij land en dat betekent dat je ook als kind eigenlijk overal mag hangen waar je wil. Dus ik mag hier hangen, Tim? Jo. Als het een straat is waar iedereen mag komen, dat noemen wij de openbare weg, dan mag je daar hangen. Ja, tenzij je overlast veroorzaakt of tenzij iemand zegt dat je er weg moet. Dat is je niet uit het niets kwam. Oké, dus als iemand hier last van heeft, kan volgens Tim de politie langskomen. Westside. Dat gebeurde dus ook in Zaandam met de hangjongeren. In hun vlogs zie je iemand boksbewegingen achter de rug van een agent maken. Maar mag dat? Ja dus. Ja, op zich ben je vrij om een salto te maken als je dat wil achter de rug van een agent. Tenzij die agent daardoor geraakt wordt, dat mag natuurlijk niet. En de agent die mag zich ook niet bedreigd voelen. En op een politieauto staan? Mag dat? Nee toch? Ja? Er is in Nederland geen wet die zegt dat je niet op een auto mag staan. Huh? Ja, maar als je op een auto gaat staan en die auto die wordt beschadigd, dan heb je wel een probleem. En op het moment dat je op een politieauto gaat staan en de politie zegt je moet eraf en je doet het niet, dan is dat ook strafbaar. Jij was het wel aan het filmen of niet? Ik was het zeker aan het filmen, meneer. En het staat ook op beeld en het gaat ook op YouTube. Hartstikke goed, weet ik wie het is. Maar Tim, als de politie dit allemaal ziet, waarom grijpen ze niet meteen in? Soms is het zo dat de politie niet ingrijpt, hoewel het wel strafbaar is, om het op straat op dat moment even niet uit de hand te laten lopen. Maar dat betekent niet dat je niet moet oppassen. Want je moet altijd oppassen bij wat je doet en je moet altijd verantwoordelijk bezig zijn op straat. Nog een voorbeeld. Op deze beelden zie je dat jongeren eieren gooien naar een journalist. Zegt Tim, mag dat? Dat mag niet. Je mag mensen geen pijn toebrengen en je mag mensen ook niet beledigen. Dus eieren gooien, dat kan inderdaad strafbaar zijn. Ik ga eieren gooien op Geert, slaggen. Arme Geert. Dus als ik dit doe bij cameraman Geert... Wat doe je, man? Dan heb ik een probleem. Gas, daar gaat mijn camera kapot. Kap alsjeblieft, man. Als je dat doet, dan zou je zomaar daarvoor een boete kunnen krijgen of je kan zelfs even in de cel belanden. Ah, wat wil je zeggen, hè? Mag ik niet filmen? Het is openbaar terrein, vriend. Je hebt niks te zeggen. Ja, en alles staat op YouTube en iedereen wordt gefilmd. Maar mag dat zomaar? Nou, nee. Dat mag niet zomaar, want op het moment dat iemand zegt ik wil niet dat je mij filmt, mag je daar niet zomaar wat mee doen. Hé, hey, wat ben je aan het filmen? Dus als ik een treitenvlog maak met de cameraman erin, dat kan niet? Mag toch staan hier? Hey. Op zich mag je vloggen, maar als Geert aangeeft dat hij dat liever niet wil, ja, dan moet je natuurlijk wel mee stoppen. En als je dan doorgaat, dan kan je zomaar in de problemen komen. Want die persoon die kan zich bijvoorbeeld bedreigd voelen door jouw filmen. Of hij kan zeggen, ja, Lucas, wat je nu doet, dat wil ik niet. Ik wil een schadevergoeding van je. En Tim, als je als kind iets doet wat echt niet mag, wat dan? Onder de 12 kunnen kinderen ook worden meegenomen naar de politie voor onderzoek. En die kunnen in de cel belanden. En die kunnen uiteindelijk wel extra in de gaten worden gehouden door bureau jeugdzorg. Dus je kunt voor de rechter komen. En mogen kinderen dan jou bellen, Tim? Ik hoop niet dat het nodig is, maar dat kan altijd.